Hij heeft een blauwe levensbalk. Hij heeft nu extra veel HP, jongen. Yo, Nintendo fans! Welkom bij alweer de laatste aflevering van Bowser's Fury. Deze serie was zo vet om te maken. En vandaag gaan we dus op zoek naar de laatste 10 kattenzonnetjes. En ik zou het super tof vinden als jullie met z'n allen keihard duimpjes omhoog knallen als je dit een hele vette serie vond. Als je hiervan hebt genoten, knal dat duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's. En dan ga ik eens even kijken of hier misschien nog wat verstopt zit. Klimmen maar, Mario. Oh nee, deze hebben we al gehad. Waar moeten we allemaal nog zijn? Sowieso hier op dit eiland. En ik keek al de goede kant op. Ik moet daar naartoe. Ah ja, kijk daar zo. Nee, nee, wel nee. Dat wolkje moet ik pakken. Aha. Woehoe. Oh, hoe kom ik daar? Dan kun je met Plessie opspringen. Ja, rustig, rustig Plessie. Chill, chill, chill. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het moet. Ik denk dat we met Plessie erop moeten. En dan... op het hoogste punt zo eraf. Juist. Bedankt weer, hè, Plessie. Oké, nu moeten we deze ster even pakken. En dan... Moop, rennen. Ik denk dat we misschien alle... En... Oh, oh, wacht even. In een vorige level was het namelijk zo dat we alle enemies moesten slopen in zo'n leveltje. Dus ik denk dat ik dat ook even ga proberen. Even al deze enemies kapot maken sowieso. Ja. Oké, lekker. Oké, er zijn er nog meer daar. Go, 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 go. Maak ze kapot. Lekker. Deze ook nog. Maak ze kapot. Hup. Ah! Er is er nog één over. Oh, maar oké. Die heeft Bowser denk ik dan genakt. Lekker Bowser Jr. Lekker bezig. En de volgende kattenzon is in de pocket. Nummer 91. Oké, Bowser is er ook weer bijna. Dan moeten we even naar zo'n gelukseiland. Want als het goed is, komt hier dan straks een gelukseilandje. En dat zijn gouden eilandjes. Even kijken, waar is het gouden eilandje van Bowser? Hier boven mij. Oké. Dan moeten we wel even naar boven in de vulkaan, denk. Kijk hem weer. Ze fire blast doen dan. Oh, maar kan ik gewoon via hier? Oh, joh. Kijk. Je kan er denk ik gewoon al zo op springen. Ja, lekker. Lekker. En dan hebben we weer een kattenzonnetje van een gelukseilandje van Bowser. Dan moeten we er nu nog 3 van vinden. En dan is Bowser weer weg. Opzouten weer. Doei. Nog 8 kattenzonden te gaan. Hier op dit eilandje moet er nog eentje zijn. Dat is daar ergens. En hopelijk komt Plessie me zo even redden. Ah, kijk. Ik roep Plessie en Plessie staat gelijk voor me klaar. Kijk, daar zo is er nog 1. Maar hoe kom ik daar? Dat vraag ik me al de hele tijd af. Want ik denk namelijk niet dat ik deze jump kan maken vanaf hier. Oh, wacht. Moeten we dat met een super jump doen van Plessie? Even kijken hoe ik dat moest timen, hoor. Ja, zo. Dus dan ga je onder water en als je er dan uitkomt, dan ga je springen. En misschien haal je het dan wel. Oké, go. Dan haal je het net niet, maar ik ben wel hier op het eilandje. Dankjewel, Plessie. Sorry, Plessie. Oh, je bent alweer terug, joh. Ik dacht even dat ik Plessie genakt had. Maar zo pak je dus deze kattenzon hier op dit eiland. Ik kan me voorstellen dat het misschien lastig is om deze te pakken. Maar zo is het dus mogelijk. Oké, Plessie, we gaan weer terug. We hebben er nog 7 te gaan. Waarvan er 2 hier in de buurt moeten zijn. Maar waar dan, hè? Dat is de grote vraag. Zit er misschien hier ergens in de muur eentje verstopt of zo? Laten we eens even kijken, hoor. Of misschien hier onder de brug. Ik denk dat er eentje hier onder de brug zit. Ja, kijk, daar is weer een toad. Oh, nee, Bowser. Oh, lekkere timing. Oh. Ja, anyway, er is ook hier een gelukseilandje. Kijk, hoppakee. Ja, die zit gewoon hier naast ons, joh. Nou, dankjewel, Bowser, dat je je gelukseilandje even gewoon naast ons dropt als we even teruggewarpt zijn. Lekker dit. Hoppakee. Oh, we gaan zo hard. Oké, ik warp weer terug naar boven. Dan gaan we even over dit randje lopen hier zo. Gewoon chill. Oh, snap. Dan gaan we zo springen en dan gaan we hier naar beneden. Ja, hallo. Hallo, meneer de Toten ontdekkingsreiziger. Bedankt, maat. En zo hebben we de tweede toot uit de Tootbrigade weer gevonden. En volgens mij moeten we er nog 2 vinden. En dan kunnen we ook wel een kattenzon ophalen. Misschien bij Toadette. Oké, we warpen nog een keer terug. Want hier aan het einde moet er nog eentje zitten. Dus we gaan even lekker potje schaatsen, jongens. Oh, dat was deze.
Ja, we moeten nog een katje vinden. Oh, waar is jouw derde katje? In de vorige aflevering hadden we 2 katjes gevonden, maar we moeten er nog 1 vinden. Oké, dit is de zoektocht naar het verloren katje. Misschien zit hij wel hier ergens op dit eilandje. Eigenlijk geef ik dat wel een grote kans, ja, dat hij misschien hier ergens verstopt zit. Katje, where are you? Ben je hier ergens? Als je je trouwens afvraagt waar die andere 2 katjes zijn... Eentje loopt gewoon op het eiland waar de moeder is. Het andere katje loopt hier op dit eiland. Hier ergens beneden. Maar waar is nou het derde katje? Ah, Bowser is er weer. Ik was gewoon rustige katjes aan het zoeken, jongen. Bowser, laat me gewoon die moeder even helpen. Nee, 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 je laat het niet. Je laat het niet. Nou, dan ga ik gewoon met Plessie zo... Hoppakee, hier zo op je eilandje springen. En dan pak ik gewoon deze kattenzon van je. Dat kan ook, hè. Als je het zo wil, Bowser, dan doen we het gewoon zo. Hier helemaal in de verte is ook nog een kattenzon. Laten we daar eens even gaan koenkeloeren. Die kat zou toch niet daar zitten? Zo ver weg? Nee, dat geloof ik niet. Je moet in ieder geval jezelf naar de volgende eilandje schieten. Zo, op deze manier. Woehoe! Ah, kijk, en hier is een toadbasie. What up, Toad? What up? Mag ik van jou nog volgende kattenzonnetje? Thanks, bro. De Tobrigrade die gestrand is op het onbewoonde eiland. Nou ja, nee, het bewoonde eiland. Dit zijn trouwens niet de katten die ik zoek. Ik moet een bruin met wit katje vinden. Nou ja, we hebben wel weer een kattenzon erbij. We hoeven er nog maar 3, jongens. Nog maar 3 en dan hebben we gewoon alle kattenzonnen gevonden hier in deze game. Nou, die katten die moeten ergens op een van deze eilandjes zijn. We moeten maar even goed zoeken. Hier zo. Huh? Kijk hem daarboven zitten dan. Oh, die zit zo goed verstopt. Yo. Little Kitty, ik hoorde je opeens. Ik hoorde opeens een mouwtje in mijn oor. Ik denk, hè? Nou, kom maar mee dan. Jemig, jij zat echt goed verstopt, jongen. Oké, let's go. We gaan naar je moeder. Yo, moeder. I found your kitten. Nummer 3. What up, what up? Je bent compleet. Dankjewel voor de kattenzon. Ah, wat gezellig. Oh, dan hebben we nog 2 kattenzonnen te gaan. Eens even kijken. Hier hebben we straks nog zo'n Bowser gelukseiland. En hier is er nog 1. Je gaat me niet vertellen dat ik weer deze beesten mee moet nemen, toch? Hier zit weer zo'n verdwaalde kat. Wedden? Ja hoor. Ja hoor, het is weer feest. Kijk maar. Ah, deze kat zoekt ook weer de kindjes. Hoeveel zoek jij er dan? 5. 5 katten? No way. Ik moet denk ik met deze kat over die buis heen lopen. Niet zo... Zit niet zo te panieken. Kijk, we gaan. Ik breng je terug naar je moeder, jongen. Rustig aan. Yo, moeder. Hier is je eerste katje. Ik ga je helpen, ja? Nog 4 te gaan. Even kijken. Zal er eentje hier bij de gigabel in de buurt zitten? Ik zie tot nu toe alleen maar meeuwen. Wacht, misschien moet ik even opklimmen. Dan heb ik een beetje overzicht. Oh, daar zit er één. Kijk, daar. Volgens mij. Ja. Kijk, jij bent nog wel dicht bij je mama. Je moet er niet in het water, want als ze in het water gaan, dan despawnt hij. Hier, nummer 2. Daar zit er eentje. Op dat platformpje daar. Bij de vuurtoren. Terwijl Bowser zich er ook weer mee gaat bemoeien, jongen. Weet je wat? Ik ga wel eerst naar je gelukseilandje toe. Ik wilde dit eigenlijk voor het laatst bewaren. Ik wilde dit helemaal nu nog niet doen. Kom dan! Ik pak hem! Hoppa! Wegwezen nou! Met je lelijke Bowserhoofd. Oké, en weer terug naar de katjes. Ik hoorde hier ook één volgens mij. Ik ga toch even beneden kijken. Ah ja, kijk, hier zit hij. Hij zit inderdaad beneden. Hoppakee. Nummertje 3. Nog 2 te gaan. Niet meer zo verdrietig zijn. Nee, je hoeft niet meer te huilen. Ik ben bezig. Stop met huilen. Heel goed. Heel goed. Oké, ik ben er weer vandoor. Ja, ik ga de ene laatste halen. Die weet ik ook al waar die zit. Dan moeten we even hierin springen. Zo, yes. En dan hier bij deze vuurtoren. Ja hoor. Dan kunnen we natuurlijk zelf hier naar boven. Ja, misschien is dat wel gewoon de makkelijkste. Oh, jongens, dan moeten we nog 1 katje zien te vinden. En dan hebben we gewoon alle kattenzonnetjes. En dan hebben we Bowser's Fury gewoon 100% uitgespeeld. Waar is die laatste kat? Oh, die is daar. Kijk. Oh, wat een mooie plek voor de laatste kat. Voor de laatste kattenzon. Kijk. Gewoon zo'n beetje waar het allemaal begon. Op een docking station. Ja! En Bowser komt weer terug, jongens. En Bowser komt precies op tijd. Kijk. Daar is die. Holy moly. Oh, wacht even. Bowser, wat doe je? Gast, ik was het laatste katje aan het terugbrengen. Zoek je nou echt gewoon weer beef, joh? Echt net 1 seconde voordat ik de laatste kattenzon kan bemachtigen. Kom dan.
Ik hoef je ook echt nog maar één klap te geven, hè, vriend. Ja, je staat daar wel in je modderpoel. Kom dan. Kom dan. Hoppakee. Opzouten. Be gone, Bowser. Wat denk je nou, man? Dat je echt de laatste seconde nog eventjes stoer komt doen? No way, José. Ja, nee, daar is Ultimate Bowser weer, joh. Nee, dit heb ik toch al gedaan. Dit heb ik in aflevering 6 al gedaan. I know, het is episch, maar hey, hallo, ik moest alleen... Ik moest toch 2 centimeter lopen. Blijf hier. Hotse flotsie. Beam. Maar dit hebben we al gedaan. Waarom moeten we dit nog een keer doen? Ik was hier gewoon rustig de 100ste kattenzon aan het pakken. Ik stond letterlijk hier met het laatste katje. En toen waren het in één keer allemaal evil katjes. Ja, Bowser deed echt gewoon even nog één laatste truc, hè. Ik ben er weer, kitty. Hier is poging 2. Ik ga je nu echt terugbrengen naar je madre. Ik ben er. Ik ben er nu echt. Nu echt. Hier is je 5e katje. Je bent weer compleet. Je bent reunited. Ja! Alle kattenzonnen verzameld. Nummer 100. En uit de gigabel weer klinkt een luide boodschap. Het moment is aangebroken. Neem de gebundelde kracht van de kattenzonnen. En verdrijf de fury uit het monster. Ja, nu gaat het los, jongens. Nu gaat het los. Ik sta alvast klaar. Nu moeten we blijkbaar nog een andere next level battle gaan doen met Big Ass Bowser. Let's go, let's go, let's go. Dynamax Mario. Let's go, Bowser Jr. Nu voor het echie. Oh, hij heeft een blauwe levensbalk. Hij heeft nu extra veel HP, jongen. Kan ik hem nog op zijn buik raken? Of heeft hij nu een schild of zo? Ik denk dat hij nu een schild heeft. Ik probeerde het wel, maar het lukte niet. Wacht, 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 wacht. Pak een nieuwe kattenbel. Yes. Jongen, ga eens weg. Gaat eens weg. Wegwezen. Ah! Ja, nu kan ik pounden, denk ik. Hotse flats. Oké. Kunnen deze... Oh, ik kan dit oppakken? Ik kan het op hem gooien of zo? Oh, snap. Oh, dat wist ik helemaal niet. Hier, gooi het op hem. Lekker. Heerlijk. En dan kan je pounden. Als ik nog op tijd ben. Hoppakee. Oh, dit is super cool. Ik wist helemaal niet dat je die dingen op kon pakken. Heel nice. Oké, pak er nog één, Mario. Waar is die? Waar is die? Waar is die? Komt hij nu dicht naar me toe? Of blijf je daar? Kom je hier? Waar ga je? Waar ga je? Ga je daar naar boven? Oké, is cool. Is cool. Gooi hem op zijn hoofd. Lekker. Nice. Kan ik daar nog bij? Het is allemaal smeuren hier. Hoppakee. Lekker. Oké, we gaan goed, we gaan goed, we gaan goed. Zullen we nu weer een beetje naar het midden van het veld gaan, Bowser? Juist. Lekker. Lekker, heerlijk. Heerlijk. Beam! Dit is zo nice. Nu je die dingen op zijn bakkers kan gooien. Dan hoef je gewoon niet meer te wachten tot hij zijn aanvallen gaat doen. Heel vet. Oké, er staan nu geen pilaren meer. Dus nu moet ik wel even wachten. Even kijken wat hij gaat doen. Oké, hij gaat weer jumpen. Hoppakee, spring er overheen. Spring eroverheen. Lekker, nog een keer. Yes. En pounden die handel. Bing. Oké, Bowser. Oké, dan. Ik ga je pakken, vriend. Oké, wat ga je nu doen? Heb je nog meer trucjes? Oké, je gaat weer gebouwtjes gooien. Top. Die kan ik goed gebruiken namelijk. En waar ben je nu? Ben je nu naast me? Oh, je bent erachter. Oké, je bent erachter. Ga je nu je Charizard doen? Hier. Gebouw op je hoofd. Jump, pak hem! Nice! Oké, we gaan heerlijk, we gaan heerlijk. Ik ga deze weer oppakken. Kijk, hij komt weer dichtbij me. Nou, dichtbij me. Oké, hij gaat wel even een afstandje creëren. Hup, gooien! Gooien! Ja, lekker weer geraakt! Heel nice! Ik denk dat ik hem nu hierna nog één keer moet gooien en daarna nog één keer moet pounden dat we er dan zijn. Waar ga je nu naartoe? Je gaat hier naartoe? Dan ga ik je slaan, hè? Dan ga ik je gewoon slaan. Weg. Oké, we moeten weg. Oké, hij gaat weer zijn rol doen. Oef. Oef. Bijna. Bijna, bijna. Nu dan. Hoppakee. Ja hoor. Ja hoor. Ja hoor. Ook next level Bowser is down, jongens. Lekker, man. Met je blauwe levensbalk. En nu? Want het is nog niet klaar. Het is nog niet klaar. Je bent nog niet klaar. Bowser Jr. is opnieuw sad. Verdrietige Bowser Jr. Ja, zie je. Hij komt weer terug, hoor. Hij komt weer terug.
Hij verzamelt zijn kattenbelletjes weer. En daar gaan we weer, jongens. De race der races op de rug van Plessy. Let's go! Go, 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 go. Oké. Volgens mij gaat dit me nu wel moeilijker maken. Ah, ga weg met al die pilaren. Man. Rustig aan, vriend. Hier. Chill hem. Ah, die pilaren. Oh, snap. Die pilaren zijn zoveel. Oké, ik heb even een power-upie nodig. Anders gaat dit niet goed. Jemig. Dat zijn zoveel pilaren. Ik ga gewoon even naar de zijkant. Dan gaan we er gewoon omheen. Lekker. Heerlijk. Oké. Go. Oké, dit kunnen we wel aardig ontwijken. Ja, lekker. Ja, dit is alleen heel moeilijk. Lukt me gewoon weer niet om het te ontwijken, joh. Helemaal naar de zijkant. Ah, nee, nu worden we door de vuurstraal geraakt. Stop it. Oké, vuurstraal. Nog een vuurstraal. Hou eens op, jongen. Ja, dit kan niet. Dit is onmogelijk. Het is onmogelijk om dat te ontwijken. Hou eens op, Bowser. Ik moet het denk ik wel ontwijken om hem een keer te kunnen gaan raken weer. Kijk maar, want we zijn nu alweer bij die boot. Ja? Ah! Potverdorie, nu dan. Nu dan. Hoppakee. Ja, we hebben hem weer. We hebben hem de tweede keer geraakt. Wat een chaos, jongen. Oh, oh, de derde keer. Lekker. Heerlijk. Oh, dat waren de twee achter elkaar. Heel nice. Hebben we hem? Hebben we hem? Nee! Ik dacht echt dat we hem hadden daar. Hebben we hem nu? Ja! Lekker. Oké. Ja, nou ben ik wel benieuwd wat er gaat gebeuren. Aangezien we nu alle kattenzonnetjes hebben verzameld. En dit een moeilijker gevecht was met Bowser. Wat gaat er gebeuren met Mega Plessy? Dit blijft te grappig. Geweldig. Doei! En daar is die hoor. Daar is die. Hoppakee. Er gebeurt hier niks nieuws dan? Hallo? Maar dit hebben we allemaal al gezien. Oké, doei. Ja, later. Dag. Dag, Bowser. Oh, oké. Dit is nieuw. Dit plaatje. Dit was eerst gewoon een zwart canvas. Maar omdat je nu alle catch shines hebt... is er een leuk plaatje gekomen? En als we hem dan weer opstarten... Oh, kijk. Nu hebben we de Super Saiyan Mario outfit als we Cat Mario zijn. Oké. Ja, het blijft er wel vet uitzien hoor, deze outfit. Maar de grote vraag is... Wat is er gebeurd met Toadette? Ah, kijk. Ze staan hier nu allemaal een partijtje blij te zijn... omdat we ze allemaal hebben gered. Nou, gezellig jongens. Succes op jullie expeditie. En dan is het tijd om Bowser's Fury te gaan verlaten, jongens. Doe even een duimpje omhoog voor deze serie en laat een reactie. Reacties weten wat je nu heel graag wil zien op dit kanaal. Vergeet niet te abonneren en zet het belletje aan, zodat je elke dag lekker een berichtje in je inbox krijgt als ik een nieuwe Nintendo video upload. En dan zie ik je gewoon bij de volgende video. Mazzel!